Normaal gesproken is dit een van de gezelligste straatjes van Tilburg. Maar vandaag sta ik hier met pijn in mijn buik. Want door de oplopende coronabesmettingen is het helaas niet mogelijk dat de cafés en restaurants weer open gaan. Dat is natuurlijk een enorme tegenvaller voor alle ondernemers en alle medewerkers. En voor iedereen die zin had om weer eens naar de kroeg te gaan. Voor mij persoonlijk is dit een bijzondere plek. Ik kwam hier namelijk vaak als student en we vergaderen hier altijd bij de JOVD in zaaltjes boven deze cafés. Ik kan me nog herinneren dat in 2003 ik hier voor de allereerste keer kwam en dat ik mocht stemmen bij een algemene ledenvergadering. Destijds ging het ook economisch slecht, kwamen we net terug uit een crisis en hadden onze ondernemers het moeilijk. Ik wilde daar zelf iets aan kunnen doen en iets aan kunnen bijdragen en daarom besloot ik om economie te studeren en om actief te worden bij de JOVD. Nu is het 17 jaar later en is de crisis nog groter dan destijds. Voor mij is de ambitie nog steeds hetzelfde, namelijk om mee te helpen om goed uit deze crisis te komen. Dat wil ik doen door onze ondernemers zo effectief mogelijk te ondersteunen, onderwijs meer toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden en op te komen voor onze belangen in het buitenland. Ik hoop van harte dat VVD-leden bereid zijn om mij te ondersteunen, zodat ik me hiervoor kan inzetten in de Tweede Kamer. Samen gaan we aan de slag.